dames en heren, en super tof dat jullie allemaal kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en dit, dames en heren, is Boas. Hoi! Flipcheck. Ik heb gisteren van... Wow, er komt gewoon een knolpauw zonder bril uit de hemel vallen. Kijk, Sef, hoe nice. Ik heb gisteren geleerd van Boas en Lex dat als je flipcheck zegt, dan moet iemand binnen 5 seconden een backflip doen. Dan moet je het natuurlijk wel kunnen, maar Boas en ik kunnen het ondertussen allebei. Yeah! High five. Zo, die was nog in beeld. Oké, wat wij gaan doen? Hey, Matsko! Yo, blijf je op jou. We worden getoeterd hier om 6:30 ochtends. We zijn al een half uurtje onderweg, dus vanaf 6:00. En kijk, dit is de snelweg. Heel veel banen. Trajectcontrole. Ah, kijk. Laten we even stilstaan. Even heel even stilstaan bij hoe ontzettend mooi dit is. Oh, de bus verpest het. En we kunnen inderdaad niet stilstaan. Nee. Maar laten we wel even, hè, niet realistisch gezien... Maar, hoe noemen we dat ook weer? Figuurlijk? Nee, juist figuurlijk. Ja, figuurlijk, want letterlijk. Je kan het niet letterlijk nemen, want letterlijk stilstaan kunnen we niet. Dus laten we even figuurlijk... Verdomme die vrachtwagen! Oké, het is dus, ik zal het omschrijven, een beetje zon met licht en het is mooi. Het is heel mooi. Ja, wij zijn onderweg naar ergens boven Amsterdam of zo, vlakbij het water ook. Ja, een hele mooie plek. We gaan wat leuks doen, denk ik. En mijn ontbijt bestaat uit een cappuccino en een blueberry muffin. Yay! Nou, ik hoop dat ik daar genoeg energie uit kan halen voor wat we straks gaan doen. Zo niet, heb ik hier echt nog iets van 20 cd's liggen met echt hele vrolijke muziek die ik heb gevonden van de koffers. Misschien kunnen we er nu eentje in knallen. Zullen we dat doen? Reflection Collection. Volume 3. Zo, hij is echt super ranzig, dus ik hoop dat hij het doet. Oh, allemaal cd's. Wie heeft er nou ook nog cd's? Dit is vet gauw hoer, man, dit. A few moments later. Ik heb eentje gevonden en zo. Ben je zelf. Wow! Goedemorgen. Ik heb eentje gevonden, Boas. Ja. Apartheid volume 2. Er staat gewoon letterlijk apartheid. Nou, ik ben benieuwd wat daarop staat. Aangezien we dat allebei wel een beetje zijn. Ik had gisteren ook Tupac gevonden trouwens. Echt super sick. Die ga ik sowieso bewaren. Als hij het doet, hè. You rockin' with the illest DJ on the wheels of steel. DJ famous, don't touch it. Paparella say so. Schat die pillen. Yo, dit is nice. Ja. Dit is serieus super nice. Het was veel beter dan ik had verwacht. Ik had echt een of andere rare muziek verwacht. Maar... Ik had ook serieus echt crack muziek verwacht, aangezien het ook helemaal gebrand was en alles. Maar hey, dit is serieus sick. Oké, maar dat was nummer 1, hè. Het begon ook met zo'n goede toeter, hè. Zo... Ik weet niet waar we zijn, maar we zijn wel op de goede locatie. Wij zijn allebei zo geen ochtendmensen. Nee. Er wordt niet opgenomen. Er staat hier, ze vangen je op de parkeerplaats. Misschien waren we zo mooi op tijd dat we eerder waren. Ja, we zijn wel echt op tijd. We moesten hier 7:00 zijn. We zijn hier om 7:01. Dat is eigenlijk alsnog te laat. Ja, maar voor Enzo is het heel knap. Voor mij is het echt een mooie tijd. Gewoon 1 minuut te laat. Gewoon, dat is voor mij op tijd. Hallo. Hi. We staan op de parkeerplaats. Kijk, we hebben 2 knolpowerbazen hier zo. Goedemorgen. Goedemorgen. Alles goed? Ja. Hi, Enzo. Hi, Tessa. Hallo, Enzo. Zullen we binnen gaan? Ja, tuurlijk. Ja. Laten we doen. Ja, dat zien jullie er mooi uit, jongens. Dank je. Jij ook, Tessa. Dank je. Ze staat er al vanaf 5:00 in bed uit. Ja, serieus? Ja, hè? Nou, maar niet zien. Hadden wij dat maar, inderdaad. Wij hadden het anders. Wij wilden liever nog even omdraaien. Dachten maar... we al, ja. Kijk, dit is voor Sokke Poes. Ik krijg gewoon een cadeautje hier zo. Kijk, we zijn hier... Ja, Lenny, help je even verder. Oh. We zijn hier, jou. Ik wilde jou, Willem. Ik snap hem helemaal, man. Ik ben hier met Willem. En ja. Willem gaat ons toch even helpen. Super. Nou, je mag jezelf aantrekken, de schoentjes. Ja, dat kan je wel. Hè? Ja, zeker weten. Schoenen aantrekken kan ik wel. Kun je ook veteren? Ja, we gaan namelijk wel even veiligheidsschoenen aandoen. En een veiligheidshesje. Ja. Die ga ik ook even pakken. Nee. Kijk. Ik heb mijn eigen hessies. Jongen. Goed, hè? Hey, dat is hartstikke fantastisch. Ik wil er ook een. Oh, ik weet een leuke. Dat vinden jullie vast ook wel heel erg leuk. Ja, als ik zeg flipcheck. Ja, ik weet dus niet of ik kan op deze schoenen. Hey, 5, 4, 3, 2, 1. Oh! Dat is bij deze
schoenen raar, jongen. dikke klompen, joh. Kijk, we hebben mooie veiligheidsschoenen aan. Oh, hij moet het nog een keer doen. Hoppa. Oké, waar gaan we heen, Lies? Mag ik trouwens wel Lies zeggen? Want je heet eigenlijk Lisa, toch? Ja. Maar iedereen hier noemt je Lies. Naar de wagen. Oké, we gaan naar de wagen. Welke wagen nemen we? 706. Kijk, dit is de wagen. Hey, hallo. Nou, daar gaan we. Zo. Mag je hier in het midden? Ja. Wow. Holy shit, dit is gruwelijk. Ik kan gewoon zo chill zitten hier. Ja, chiller als je dat? Ja, ik hoef geen gordel of zo. Ja, dat wel. Oh. Maar die zit hier al aan de andere kant. Kan je hier in. Oh, hier zo. Ik heb wel zin in, hoor. We gaan niet alleen maar zitten, we moeten ook nog wat doen zo meteen. Ja, dat is waar. Oké, Lies, wat is de planning voor vandaag? Want we zitten nu in de wagen 706. Wat doet deze wagen? Dat klopt. Hij laat bakken. Laat bakken? Ja, GFT-bakken in dit geval. En dat is groente, afval, fruit? Groente, fruit en tuin, afval. Maak het bijna goed. Oké, en dat gaan we ophalen in welke gemeentes? In Bergen. In Bergen? Ja. Oké. Hoe lang doe je dat al? Ik denk nu al een jaar of drie. Oké. Ik heb nog niet 3 jaar mijn rijbewijs, ik heb nu 1 jaar mijn rijbewijs. En daarvoor ben ik alleen maar, net als jullie, alleen maar achterop gestaan. Ja, want als je geen rijbewijs hebt, dan kan je zeg maar, hè, zoals Bas en ik vandaag, dat noem je dan achterop staan. Ja. Dus dan moet je dan zeg maar het meeste werk doen of is het wel echt verdeeld? Want het rijden lijkt me ook echt moeilijk. Ja, nou ja, moeilijk zou ik het niet noemen. Want het is voor mij een gewoonte geworden. Maar normaal wisselen we af. Dus ik rijd dan de ochtend en als ik dan met nog een chauffeur zit, dan rijdt hij de middag. Dus dan sta ik weer achterop. Dus dan wisselen we gewoon een beetje door. Oké, cool. Nou, ik heb er zin in. We gaan het zien, mensen. We gaan vandaag... Of misschien in de ochtend, dat hangt vanaf hoe lang we het volhouden. Nee, we gaan een kleine dienst meedraaien. Met, kan ik het gewoon vuilnisman noemen? Ja, in principe is dat het natuurlijk. Maar we gaan het ervaren, ik ben heel benieuwd. Hebben we handschoenen of iets, of is dat niet nodig? Ja, zeker wel. Ik dacht dat jullie die gekregen hadden eigenlijk. Nee. Dan gaan we die nog even ophalen. Ik heb ze wel, natuurlijk. Maar ik ga ze nog even ophalen met jullie. Ik moet even de wagen klaarmaken. Tuurlijk. Dan kunnen we naar de teststraat rijden. Laat je absoluut niet afleiden door ons. Nee, natuurlijk niet. Doe je alsof ding. Dat gaat lukken, niet door ons afgeleid worden. Wat doet deze rode knop? Laat even serieus, wat doet hij? Achterop hebben we de belading, dus waar de bakken opkomen. Die hem omhoog brengt, zeg maar. Ja. En als je daarop drukt, dan stopt het systeem achter. Okay. Als jij ertussen zit, dan druk ik er niet op. Oké, gelukkig. Ze heeft best wel veel macht, want ze zit natuurlijk hier met al die knopjes. Dus we moeten wel erg chill gaan doen. Heeft hij ook een lekkere toeter? Hoppa! Ik heb heel veel verschillende handschoenen. Als jullie meelopen, kunnen we gewoon even uitkiezen welke pakken. Tuurlijk. Kunnen we dat doen? Ja, is goed. Niet die wagen uitspringen. Dit heb ik net geleerd. Met de neus naar de wagen toe, aan de hendels, naar beneden. Hoppakee. We hebben deze. Die zijn wat groter. Jullie hebben natuurlijk gewoon... Strong hands. Nice. Let's go. Dan gaan we kijken of de chips werken die in de bakken zitten. Okay. Zodat we dan in de wijk geen problemen hebben. Oké. Gaan we dat eerst doen? Ja. Snapte jij waar ze het over had? Nee, ik heb geen idee. Hier moeten we straks staan. Kijk dan, wat toeters en bellen. Ja, we moeten iets van de wagen nu gaan testen ofzo. Ja, chips voor de bakken. Maar zitten er chips in vuilnisbakken? Ja, het wordt allemaal gestuurd vanuit de computer, denk ik. Ja. En stel voor je staat in een wijk, je wil iets inladen en het lukt niet. Ja, dat is gewoon vervelend. Dubbel klikken op de onderste knop. Ja, nu staat hij aan. Dat betekent dat hij automatisch omhoog gaat. Dus als je nu de bakken tegenaan zet, zet je hem hier tegenaan en dan gaat hij omhoog. En dan gaat de bak omhoog. Zullen we eerst even schoenen kijken? Oh, cool. Ja. Deze tegenaan zetten. Zo. Nee. Je pakt hem zo. En dan rij je er tegenaan. Je hebt hier zeg maar allemaal inkepingen. Ja. En daar zitten 4 kammen. Dat is 1 kam zeg maar met 4 punten. Oh ja. En daar zet je hem overheen. Oké. Je zet hem zeg maar zo er tegenaan. Gaat die van mij goed? Kijk. Waarom gaat hij? Hij zit hier, zit hij niet helemaal over de punten heen. Oh. Dat lukte me niet. Ik wil dat het in één keer lukt. Het zag echt uit alsof er niks fout kon gaan en toch lukt het niet. Ja, ik dacht, huh? Yes, baby! Haha! Dat was hem. Hoppa! Nu moeten we alle bakken die hier staan, moeten we er tegenaan houden. Alle bakken? Ja. Dat moet altijd. Ja.
Altijd, elke ochtend voordat je weggaat, moet je deze test allemaal doen. Ja. Serieus? Ja, hier zitten chips in de bakken. Ja. En dat zwarte blokje daar, die registreert de chips en die kunnen dus ook lezen of ze... dat kunnen we straks doen met die zwarte en oranje deksel. Dan kunnen we kijken of hij staat geregistreerd als vermist of gestolen. Of... een vuilnisbak. Ja, een vuilnisbak. Wordt er gehandeld in vuilnisbakken? Nee, maar er wordt wel vaak gestolen. Of in de fik gezet. Ja, je betaalt natuurlijk afvalstofheffing en als je dan een extra bak van iemand hebt... Is die ah, zo. Nou, moet ik die van de buurman maar eens teruggeven. Ah, dat is niet waar, hè? Dit is niet... Oh! Dit betekent dus, dit is een zwarte bak, hij heeft een zwarte deksel bij ons. Dat kunnen we aan de zijkant zien. Er gaat iets mis. Er gaat iets mis. Dus hij is of vermist, gestolen, of er zit geen chip in de bak. En dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. Je hebt een hero. Dat is de zwarte die jij er net hebt aangehangen. Ik heb geen idee. Geen tag. Geen tag. Geen idee, hij weet niet wat hij moet doen. Nee, hij heeft geen tag. Dus dat betekent dat hij er weer af mag en dat we een kaart ophangen. Oké. Okay. Hier doen we dat natuurlijk. Erbij. Oh, dit is ook gewoon een test? Dit is echt testen. Oh. Je dacht dat het echt fout ging? Ja. Ben je wel eens een vuilnisbak tegengekomen van echt een paar gemeentes verderop? Nee, niet gemeentes, maar wel straten. Wel straten? Ja. En breng je hem dan terug? Nee. Dan hangen we er een kaart aan en dan wordt hij opgehaald door ons personeel. Oké. Okay. Vandaag halen we alleen maar dit soort vuilnisbakken op. Ja, alleen met een groene deksel. Alleen met een groene deksel? Ja, groente, okay. Tuin en fruit. Groente, tuin en fruit. Nou, let's go. Ja, is goed. Lekker bezig, Lies. Maar hoe ben je hier zo bij gekomen dan? Want je ziet, zoals je zelf net al even binnen zei, is dat er zijn niet veel vrouwen die dit doen. Nee, heel weinig eigenlijk. Ik ben een van de drie vrouwen in dit filiaal. In dit gebied? Ja. En hoe ben je hier zo bij gekomen dan? Mijn moeder die werkt hier op de planning. En die zei Lies, je moet iets gaan doen. En toen was het, dan doen we dit maar. Ze zei Lies, we draaien groot verlies. Jij wordt de nieuwe aanwinst. Ja, zoiets. We zijn er bijna, we zijn er bijna, maar nog niet helemaal. Kontje kaal! We gaan naar buiten. Gaan we mensen? Ik moet nog even leren uitstappen. Handschoentje aan. Yes! Weet je het nog? Ik weet het nog. Is het wel eens gebeurd dat alles de laatste stuur? Ja, zeker. Dan moet je alles met de hand gaan opruimen en zo. Het wordt echt nog een hele lange dag met jou. Wow, zo. Deze is zwaar. Oh, deze is zwaar. Ik zag net dat je zo heel makkelijk mee wilde nemen en het gewoon niet lukte. Hij kan het wel, zeg. Ja, hij kan het wel, hè. Als je zo druk zet, dan weten we ook dat we er zijn geweest. Oké. Okay. En ze haal je hem gewoon vast, anders ga je er gelijk vanaf. Oké, okay, we hebben vier bakken. Er zit hier ergens een camera. Ja, daar zit de camera. Dit is wel leuk, hé. Ja, dit is wel leuk, serieus. Gadverdamme, gast. Ja, dat is minder leuk. Dat is best fiets. We zijn er. Hey, bakken! Hebben we een bepaalde tijd in hoe we dit moeten doen? Hoe lang hebben we de tijd? We hebben een wijk en daar doen we dan zeg maar twee delen over. Dus je hebt voor de pauze en na de pauze. En voor de pauze moet dit hele stuk erin zitten. Oké, okay. Nou, let's get going. Zo'n, twee uur. Ze komt één keer niet naar buiten en het gaat gelijk fout. Oh, het ging tegelijk! Het ging tegelijk! Ja, nieuwe! Shit! Hoppa! Hoppa!
dat Enzo het doet? Ja, best goed. Misschien ja? Voor de eerste keer, ja, echt wel. Bakken, doorgaan. Ik vind het wel wat hoor, dames en heren, om achterop bij zo'n vuilniswagen te staan. Je gaat best wel hard door de wijk heen. Ook al mag je niet harder dan 30 km per uur rijden als je achterop staat. Dus dat is even voor Lies, maar dat weet ze natuurlijk wel. We zijn er weer! Yeah. Dat je in de buitenlucht bent. Dat is wel echt chill. Ik heb nu al zo'n hekel aan dit apparaat, hè. Als je hem niet goed pakt, dan... Is hij eraf gevallen? Goed opgeplakt, stagiair. Uh-oh. Kapot. Zo. Hoe is dat voor elkaar gekregen dan? Ja, omdat je hem hebt geplakt op een plek waar die vuilnisbak langs komt. Oh, wel? Ja, dus hij viel bijna in die bak. Yo, man. Het komt niet zo goed uit. Ik ben bezig met vuilnisbakken laden op de vuilniswagen. Dankjewel, doei. Ja, mijn moeder belde me, maar ik ben gewoon aan het werk, mama. Oké, ze gaat nu keren. Zoals jullie zien, het is best wel knap hoor, in zo'n vrachtwagen zitten om te rijden. Het is natuurlijk een super groot apparaat. Oké, daar gaan we weer, let's go! Hoppa! Hoppa, het gaat wel beter. Het gaat zeker beter. Goedemorgen mevrouw. Welk nummer heeft u? 73. Nou, kijk eens aan. Helemaal leeg. Nou, dankjewel. Alsjeblieft. Hoppakee, wie iemand blij gemaakt. Hoeveel denk je dat je er nu hebt gedaan? Hoeveel bakken? Ik hoop dat we wel over de helft zijn. Ik moet je teleurstellen. Ga eerst maar deze bakken doen, dan praten we verder. Zijn we nog niet over de helft? Ga eerst maar je bakken doen, dan ben je weer wat verder. Oh man, zij kan zien hoeveel bakken we precies hebben gedaan. Het is wel een dure vuilnisbak hoor. Shit! Enzo, moet je kijken. Die rijdt gewoon helemaal mee. Wat? We hebben een huisdier. Maar oké, hoeveel bakken denk je dat je al hebt gedaan? Ik denk nu 72. Nou, kan je vertellen, het zijn er veel meer. Ja. Net voor deze ronde hadden we 183. Wow, dat is al veel. Maar je moet er 800 tot 1000. Nee. Ja. Echt waar? Ja, wel over de hele dag, hè? Dus dat niet alleen de ochtend, maar... Ook de middag? Ja. Oké, okay. Dat is wel veel. En hoe vind je het tot nu toe? Ja, kijk, het is niet mijn droombaan, maar je bent wel de hele tijd lekker bezig. We moeten alweer, dat bedoel ik. Ja, dat is ook een dingetje, dat als je van de wagen, zeg maar, naar de container gaat, dan moet je ook constant om je heen kijken voor verkeer. Zullen we eens wisselen? Ik heb nog helemaal geen één bak erop gezet, hè? Geen één. Trek mijn handschoen aan. Ik zou het maar doen. Gaat het werktempo nog een keer door de helft? Let's go, Boas. We moeten zo terug, hè? Ja. Als de containers nog niet zijn gedaan, of de bakken moet ik zeggen, dan staan ze zo. En als ze wel gedaan staan, dan staan ze zo. Lekker, Boas. Dat is één. Mag ik de volgende pakken? Als deze bezig is, mag je in de tussentijd de volgende. En als je dan deze daar neer hebt gezet en die gaat omhoog, dan pak je die andere en die zet je weer terug. Laat gewoon rennen doen, dan ben ik sneller. Hij is gewoon aan het rennen, die gek. Hoe gaat hij hier? Voor mij gaat hij prima.
Ik hoef het harde werk nu niet te doen. Wat vind je fijner? Rijden of achterop de wagen staan? Toch wel allebei. Gewoon de ochtend rijden of de middag. En dan de andere helft achterop staan. Oké, okay, gewoon wisselend dus. Ja. Nou, ik weet één ding wel. Ik laat die Boas maar even het werk doen. Jeetje, ik ben al een tijdje bezig hoor. 200 bakken hè, bijna. Ja. Hoppakee. A few moments later. Oké, okay, het is tijd om Boas nog eventjes te gaan helpen. Hey, je doet het wel echt lekker, dat zei Lies ook. Serieus. Oh. Kijk eens even. Het enige nadeel is dat hier heel veel stof uitkomt, dat je het in je mond hebt. Ja, ik zat er ook wel aan te denken van is het niet fijn voor die mensen om een bril te dragen? Omdat je echt vaak stof inderdaad, allemaal troep en zo. Dat komt allemaal omhoog. Nou, ik zou ook bijna een mondkapje willen dragen. Dat ik het niet allemaal in mijn mond krijg. Ja, ik snap wat je bedoelt, ja. Daar is een grote aantal. Dat is zeker een grote aantal. Kijk eens even hoeveel we hier hebben. Lies, je kreeg net een complimentje. Die mevrouw die zei van zo, lekker aan het sturen meid. Zoiets toch? Ja. Krijg je dat vaker? Ja, best wel. Eigenlijk wel om de week, iedere week wel een complimentje of een van wat stoelmeid. Ja, omdat je een van de weinige vrouwen bent. Ja, en omdat ik jong ben denk ik weet het niet. Girl power. Yeah. We hebben echt ziek veel geluk, want over iets van een kwartier, 20 minuten is er pauze. En tijdens die pauze gaan we wisselen, dus dan nemen twee anderen het van ons over. En daarna gaat het keihard regenen. Ja, dus we hebben echt zo ziek veel geluk. We snel even dit afmaken en dan... Ja, dus we moeten echt even tempo, dan hoeven we niet in de regen. Ik zie daar ook bakken. Daar ook even. Oeh, dit zijn flinke aantallen mensen. We zijn klaar. Ja. Nice. Ah, bijna dan. De laatste. De allerlaatste. Tada. Was hem, hè? Hoeveel ton hebben we nu opgehaald? Ongeveer 5,5 ton. Dus dat is zeg maar 5500 kilo. Hoe schattig is dit? Zijn ze omhoog? Ja. Anders merk je het vanzelf. Goed gezien. Ik zag het helemaal niet. En in één keer moeder eend met alle kuikentjes. Ik wilde ze natuurlijk niet plat rijden. Nee, dat snap ik. Anders dan hadden wij ze achterin moeten gooien. Dat is ook snel. Echt, dat was echt schattig. Oké, okay, nu pak je het mapje er weer erbij. Dit is een bon. Dit is een bon. Dan kunnen zij zien wie we zijn, welk kenteken we rijden en wat we meenemen. Oké. Okay. Die doen we in de koker. Oh, we hebben hier een koker. Flessenpost. Kijk eens even, ouderwets joh. Hoppakee, gaat weer terug erin. En dan kunnen we op de weegbrug gaan staan. Ja, want dit is de weegbrug. Ja. Een hele grote weegschaal. Een heleboel glas, holy moly. Ja. Zo, kijk eens even. Dit is een grote vuilstort dit. Ken je iedereen hier zo? Nee. Of ze kennen jou eigenlijk? Nee, ook. Nee, dan heb je die knappe meid weer. Ik weet niet of het zo gaat. Dat was al ons vuilnis. Op naar de weegbrug. Het is niet normaal hè, hoeveel dit is eigenlijk. Kijk dan. Kijk die stapel, weet je hoe hoog dat is? Wat gebeurt hier? Ze nevelen het, zodat het niet heel stoppig wordt hier. Ze houden het allemaal lekker nat. Wat? Ze hebben gewoon een speciale machine dus. Om het gewoon een beetje nat te houden, zodat er niet zoveel stof vanaf komt. Ja, zeker in de droge periode is dat echt wel nodig hoor. Als je hier dan rijdt zonder dat het nat is, dan is het echt één grote stof. Maar sowieso, wat Boas en ik ons al afvroegen, is dat eigenlijk is het misschien best wel handig om een mondkapje en een bril te dragen achterop. Ja. Want ik heb best wel veel stof ingeademd en andere troep en zo. Ja. En ik kreeg best wel vaak dat ik aan het knipperen was met mijn ogen en dat ik zo van ah, dat shit. In je ogen ja. Ja, in principe hebben we die wel liggen hoor. Maar die... Maar je dacht, die hebben wij niet nodig. Nee. Oké, nice. Dat was het. Dat was hem. Oh. Ik vond het veel te vroeg opstaan. Het werk is ja, redelijk hetzelfde. Ja. Het is super frustrerend als dat systeem het niet pakt. Maar ja, dat heb je eigenlijk aan jezelf te danken. Ja. Want ja, hoe beter je daar mee omgaat. Ik vond echt dat je het heel goed gedaan hebt.
Ja, voor de eerste keer, ja, vond ik het echt heel goed gaan. Ik vind ook dat jij het heel goed doet. Dankjewel. Ja, serieus. Gelukkig, het is mijn werk. Ja, je bent goed in je werk. Ik vind het heel erg tof om te zien hoe je ermee omgaat en hoe je aan het werk bent en hoe je het doet. En je kan goed sturen. Dankjewel. Maar ja, dat is, iedereen met een vrachtwagenrijbewijs heeft hem met een reden. En dat is dat je kan sturen, toch? Lijkt me wel, dat is wel de bedoeling. Anders heb je hem. Nee, maar ik vond het heel erg tof dat we mee mochten. Dus ik zou zeggen, blauw duimpje omhoog voor Lisa, oftewel roepnaam Lies. Yep. En als mensen je tegenkomen en ze zien je aan het werk, mogen ze dan zwaaien en high five geven? Maar natuurlijk. Nice. Hoe vind jij het eigenlijk, Boas? Ja, ik vond het eigenlijk best wel leuk. Ja. Alleen inderdaad wat je zegt, als zo'n bakker niet opkomt, dan heb je echt gewoon gelijk volle frustratie. Ja, ik heb dat al een paar keer gehad. Ik dacht, rustig, 10, 9. En toen dacht ik van, shit, ik kan niet van 10 naar 0, want zoveel tijd hebben we niet. Dus we hadden 3, 2, 1. En dan lukt het altijd wel. Ja, nou uiteindelijk lukt het wel, ja. Ja. Ik heb weinig geholpen. Maar ja, nu hebben we groen gedaan. Je hebt natuurlijk ook nog grijs en blauw. Nee, wij hebben geen blauw, alleen grijs nog. Oh, jullie hebben geen papier? Nee. Oké, okay, en dan nog grijs heb je, dan gewoon de restafval. Maar goed. Nou, misschien ooit een andere keer grijs. Ja. Wie weet. En zo, je springt er weer uit. Oh ja. Neus naar binnen. Dan loop je ook zo weer naar buiten. En alle treetjes gebruiken. Bam. Ja, die moet je hard dicht slaan, want anders pakt hij hem niet. Maar op schaal van 1 tot 10, hoe moe ben je nu al? Het is best wel pittig werk. Je bent de hele tijd bezig. Sommige bakken zijn echt wel zwaar. Dus ja, ik heb wel respect gekregen voor dit werk, zeker weten. Dames en heren, er staat hier gewoon een prachtige taart op ons te wachten. En nog KP ook. Maar heb je deze nou echt zelf gemaakt? Oh, dan is hij nog lekkerder, denk ik. Ik heb er wel zin in. Ik heb ook wel heel erg veel zin in. Nou, dan gaan we aansnijden. Maar één ding, dan moeten we eigenlijk wel echt een stukje bewaren voor Lies, hoor. Ja, ga ik ook zeker. Oh, oké, okay, ja, goed zo, dus goed zo. Ik ga haar gewoon nog één bakken. Oh, heeft ze bij jou ook een hartje gedaan? Ze heeft mijn S gedaan. Boas met een S. Oh, hoe kut is dat? Ja. Story of your life? Ja, echt hoor. Boas, oh, met een S. Nee, met een Z. Oh, dat is gek. Dat is gek. Ja, nou ja, dank je. En ja, ik heb mijn Koningsdag outfit, dus ja, Mr. Orange en zo. Met blijkbaar een hartje erbij, dankjewel. Dat was heel fout. Oké. Okay. Nou, daar heb je hem hoor. De oude beuna's. Wat ben je nou aan het doen, jongen? Hé. Hey. Ben ik om. Ben ik binnen. Ben je nou aan het kitten in de regen, jongen? Ik sta hier nou niet in de regen verwerken. Hij is gewoon aan het kitten in de regen. Ja, dat houdt ze niet vol. Hij neemt allemaal mieren mee. Hou erop! Dit is mijn huis. Jeetje. Luister, weet je wat ik hier ook nog even een stukje doen zo. Ja, dat gaat open. Nee, luister, weet je wat? Kijk, hier heb ik een heel mierennest. Dus hebben we ook een prooi. Zo, een prooi? Dat is een dikke tor, joh. Ja, die heb ik voor hen neergelegd, omdat ik al mieren geef. Zo, kijk eens even, een dikke tor hebben ze gewoon... En die hebben ze al opgegeten. Ja, die is helemaal leeg. Maar die had ik voor hun vermoord, want die had ik hier gevonden. Vermoord. Ja, dat ging gewoon even staan. Papa Mier Milan. Gaf ik zo aan de mieren. Ja. Maar ze gaan nu door deze muur heen en, let op, kom. Oké, okay, ze gaan via hier gaan ze naar binnen. We volgen mierenliefhebber Milan, maar vandaag even niet. Kijk, volgen we. Altijd een beetje gefixt. Kijk, hier loopt er al een. Hier komen ze weer uit. Oh, ja, kijk, hier, daar loopt er een. Ja, en hier komt er al, hier komen, wow. Nu komen ze er allemaal, omdat ze nu niet meer een kant op kunnen. Ja, nu hebben ze allemaal, oh, er wordt gekit. Snel, naar binnen, er wordt gekit. Nee, ga je dit ook kitten? Nee, toch? Ik heb nog een beetje. Ja, maar waarom ga je dit kitten? Dat moet toch niet gekit worden? Wat heb ik eraan? Ja, snoeren, als je dat ooit een keer los wilt trekken. Ik weet niet waar dit vandaan komt, dit heb ik afgeknipt, omdat ik niet wist waar het vandaan kwam. Dus gewoon nou, ja, dat. Dit is ook echt een fans, jongen. Ja, dus ik doe hem maar gewoon kitten. Ja, gewoon zo. Leg volgens mij erin. Ja joh, spuit me vol die handel. Hoppakee. Zo, er komen geen mieren meer doorheen. Lekker bezig hoor. Ah, stop! Stop! Toen, dit doet me denken aan mijn jeugd. Oh. Ik ben eventjes bij Milan langs, omdat ik heel erg nieuwsgierig ben naar wat Milan zijn meest waardevolle en coolste item is wat hij heeft gevonden in zijn car. Want Milan die heeft ook een car gekocht.
Ik heb er 3, Milan heeft er 1. Ja. Maar wat is jouw meest, of hoeft niet per se meest waardevolle, nee, maar wat vind je het vetste item? Nou, het meest originele moet ik dan zeggen. Okay. Het vetste is niet echt, maar het meest originele wat ik vond is deze twee. Vond ik heel origineel. Twee boekjes. Ja, dit is iets, een vertaling, Singapore iets of zo, heel apart. Dat vind ik altijd dan wel leuk of zo. Dan ga ik dan ook googlen van wat het dan precies is. En dit is de Santa Biblia. Dit is de Colombiaanse Bijbel. Dat vind ik heel vet. Moet je kijken ook naar de zijkanten van hoe dat glimt. Oh wow. Santa Biblia. Is het wat waard? Ik weet het niet. Het is de Bijbel uit, in het Colombiaans. Oké. Okay. Ik weet niet of het wat waard is. Maar ja, ik vind het wel heel origineel. En de Joodse spullen hebben we weer gevonden. Dit. Cool. Zijn er Joodse gebedsriemen en allemaal geloof eigenlijk. Vet gelovige kar. Ja, vet, vet geloofwaardig hè. Ja. Maar je bent wel tevreden met de kar. Ja, ja, ik ben heel erg tevreden met de kar. Ja. Nice. Ja. Ik ook met 3 karren. Ja, jij had 3 hè? Ja. Ja. Dit is van 1. En ik heb hier nog wat rotzooi liggen, maar... Dit vind ik ook wel leuk. Dit is ook wel leuk. Zo, heb jij ooit deze gehad, zo eentje? Ik heb wel zo'n modelvliegtuig gehad, maar dan was dat gewoon van Schiphol, van KLM. Ah. Dus gewoon zo'n kleine standaard. Op zich zijn niet zo heel duur. Het is 2 dan, hè? Ja, jij hebt echt grote. Je hebt echt... 100 euro, hè, deze dingen. Ja, ziek, man. Dat is echt bizar. Ja, nice. Ja, dat is ook wel leuk. Blijf leuk, die koffers, mensen. Klopt. Echt leuk. Weet je wat ook best wel leuk is? Slapen. En dat is wat ik nu ga doen. Heel erg bedankt allemaal voor het kijken naar deze vlog. Hopelijk hebben jullie genoten. Vergeet niet even een blauw duimpje omhoog te knallen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Ik check jullie bazen morgen heel graag bij een gloednieuwe vlog om 4 uur. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette peace. Knol power!